Wel, antibiotica heb ik eigenlijk beslist om te verminderen, om minder te gaan gebruiken op mijn bedrijf. Omwille ten eerste van antibiotica-resistentie, die toch meer en meer een probleem wordt. We zien dat antibiotica's minder gaan werken. Dus dat is problematisch dat we zowel in dieren als in de humane wereld diezelfde antibiotica gaan gebruiken. Maar anderzijds ook, op mijn bedrijf zag ik eigenlijk wanneer we antibiotica gingen gaan gebruiken, nadien dat er eigenlijk een terugval was van mijn bijen. Waardoor dat ik eigenlijk zocht naar een alternatief. Wanneer je verschillende alternatieven te samenlegt, zorgt dat op den duur wel voor een even goede groei, even goede voederconversie, even goede bijen. Het economische aspect van antibiotica, het is goedkoop antibiotica ten opzichte van de alternatieven, zijn zeer duur. Dus het economische voordeel moet gehaald worden om antibiotica te gaan verminderen. Het minderen van antibiotica op mijn bedrijf en op andere bedrijven die dat ook al toepassen, staat natuurlijk altijd met gezonde biggen. Wanneer dat de biggen geboren worden, wanneer dat die niet goed verloopt, zal het heel moeilijk worden om gezonde biggen te kunnen spenen, weg te halen van biggen bij de zeug, bij de moeders. En hoe kun je dat gaan doen? Natuurlijk door de zeugen optimaal te gaan fokken, genoeg goed voeder te geven, goed water, een goede waterkwaliteit, dat is allemaal heel belangrijk. Maar je kunt dat ook gaan doen door bloedafname en te gaan zien wat er van ziektes gaan spelen. En wanneer je dat weet, kun je ook concreet gaan reageren, kun je gaan kijken wat dat er van alternatief is. Dat zijn allemaal punten dat erop moet gelet worden als varkenshouder om minder antibiotica te moeten gaan creëren. Het is niet één puntje die zal helpen wanneer hij zegt we gaan de biggen later gaan spenen. Dat ene puntje gaat niet zorgen dat je minder antibiotica gaat gebruiken. Het is een verhaal. Alles tezamen gaat ervoor zorgen dat die antibiotica minder gaat ingezet moeten worden. Zowel vaccineren als je looplijnen dat je moet opletten, leeftijd van je biggen, je water die onder controle moet zijn, regelmatig bemonsteren van je voeder, je ruimte, je ventilatie. Al die zaken zullen daarin een heel belangrijke rol gaan spelen.